Ja, even een weekendje niks gehad. Ja, vreselijk. Ik heb me heel erg verveeld. Ik kon mijn tijd niet opvullen. Maar nu dit weekend toch wel weer een goede wedstrijd. Volkhoff tegen Alistair. Een spannende wedstrijd voor Alistair. Ik vind Volkhoff een jongen die heel goed zijn ruimte pakt. Zelfs toen hij tegen Steven vocht. En Steven is toch wel een hele lange gozer. Wist hij ook goed zijn ruimte pakken. Beweegt heel goed weg. Dus ik denk dat als Alistair, want ik denk dat Alistair toch wel bij hem moet blijven. Dat zou ik het liefst zien als Alistair hem naar de grond brengt. Volkhoff kan redelijk uit de voeten op de grond. Maar ik denk dat Alistair daarin toch wel de veel beter is van de twee. Dus ik hoop dat Alistair dat gaat lukken. Dus ja, ik ben gewoon voor Alistair, maar het gaat gewoon een hele zware pot voor hem worden. Alistair heeft laten vallen, mocht hij deze titel winnen in het zwaargewicht, dat hij dan direct zou stoppen. Ja, ik denk voor Alistair om deze titel te winnen is nog een hele erg lange weg. Omdat er toch nog wel heel veel mensen tussen hem en de titel staan. Ik bedoel, ook al wint hij nu van Volkhoff. Staan er toch nog wel een paar mannen tussen die er denk ik eerder tussen gezet zullen worden door de matchmaker dan Alistair. Maar mocht hij die titel winnen en hij zegt van ja, dan stop ik ermee, dat kan ik heel goed begrijpen. Alistair is geen oude lul, maar ik bedoel, het is niet de jongste meer in de league. Dat gaat gewoon spelen. Alistair heeft eigenlijk alles wel bewezen wat er te bewijzen valt. Strikeforce, Pride, K1. Ja, dat zijn gewoon allemaal toch dingetjes die hij achter zijn naam heeft staan. Ja, als hij dat dan heel mooi af kan sluiten met een UFC-titel. Ja, ik zou het hem heel erg gunnen, maar ik zie het niet 1, 2, 3 gebeuren. Sandhagen Edgar, ja, ik vind het een co-main. Vind ik een hele goede wedstrijd. Sandhagen, zijn laatste wedstrijd, won hij in oktober tegen Moraes. Ja, dat deed hij gewoon hartstikke mooi. Goede draai erop, ketsen eroverheen. Ja, gewoon een huge goede wedstrijd. Ja, Edgar. Hij is de jongste niet meer. Edgar heeft een beetje een up-and-down lijst. Goed, dat zegt voor de rest niets over zijn kwaliteit van zijn vechten. Want ik vind alle wedstrijden die je ook verloren hebt, waren ook gewoon huge goed. Het is een knokker in hart en nieren. Ik denk, toch als je 39 bent, je gaat naar de 40 toe. Ja, je herstelt gewoon wat minder. Ook tijdens je wedstrijden als je krijgt. Als je klappen krijgt, up van de grond, staand. Moet je ook gewoon snel herstellen, snel kunnen schakelen. Als je gewoon wat ouder bent, is dat gewoon een stuk zwaarder. In het bantamweight, in die gewichtklasse, is snelheid heel erg belangrijk. En herstel heel belangrijk. In het zwaargewicht kan je nog eens een keertje een stapje terug doen. Kan je nog eens een virusvoet geven. Dan kan je wat langzamer in vechten dan in het bantamgewicht. In het bantamgewicht is de snelheid gewoon huge belangrijk. Dus ik denk dat hij daar op een gegeven moment wel tekort in gaat schieten. Ik denk dat hij daar ook tekort in gaat schieten tegen Sandhagen. Maar goed, dat gaan we zien. 21 jaar geleden stond ik tegen Wanderlei Silva in de ring bij Pride. En dat is 21 jaar geleden. Godje mij, we worden oud, papa. Eigenlijk werd ik een week van tevoren werden we gebeld. Er was toen een 8-man toernooi. Had Pride toen georganiseerd. Ik zou mijn god niet meer weten welk Pride event dat was. Welk nummer dat had. Maar ze zochten een opvulpartijtje tegen een of andere bekende dikke judoer, worstelaar uit Japan. En ik zat op dat moment niet zo goed in training. En ik meen dat ze me 1250 gulden boden of zoiets. Ik dacht, nou toch snel verdiend. Dus, dus ik had daar ja tegen gezegd. En eigenlijk toen bij aankomst werd mij de volgende dag verteld dat ze die dikke judo-worstelaar in een toernooi hadden gegooid. Dat ze voor mij een andere tegenstander hadden geregeld. En dat was Wanderlei Silva. Nou ja, goed, toen was Wanderlei eigenlijk ook niet zo heel erg bekend nog. Dus aan de andere kant ook, ik ben er nou toch, waarom niet? Maar ja, ongetreden van Wanderlei Silva, dat was achteraf gezien toch niet zo'n goed besluit. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.